voorzitter. Ik houd er niet van als polen of andere mede europeanen met de vinger gewezen worden omwille van wie ze zijn. Er zitten heel veel hardwerkende en eerlijke mensen bij. Maar het is maar de vraag of het juist de bedoeling was van die pvv website om haat te zaaien zoals hier maar al te gemakkelijk wordt gezegd. Het gaat om een meldpunt van problemen. En ik denk dat er alleen in het halfrond van dit Europees Parlement mensen zitten die denken dat er geen problemen zijn met Schengen. Schengen en het openstellen van de binnengrenzen was een godsgeschenk voor de georganiseerde misdaad. En in plaats van ons te gedragen als een soort tribunaal van de politieke correctheid en van de pseudo-morele meerderwaardigheid, zouden we beter de problemen erkennen en aanpakken. En het is juist zo'n houding die de samenwerking en de waardering tussen alle Europese volkeren kan verbeteren. Dank u.